Mats Seuntjes, was je zo maar bijna de matchwinner geworden van NAC in de Arena? Ja, precies, maar zoals ze zeggen, bijna telt niet. Beschrijf die actie eens, hoe zag jij het vanuit het veld? Ja, we komen goed door. Demi geeft de bal goed mee aan Jeff Sarpong. Ja, ik blijf goed meelopen en Jeff geeft de bal goed af. Nou, ik raak die bal gewoon heel slecht. Ik had nog wel even terugkeken net en het leek dat hij een beetje opstijt. Maar deze bal moet gewoon tegen de touw aan. 1 punt in de Arena. Normaaliter zou je daar heel blij mee zijn, maar je schiet er nu helemaal niks mee op eigenlijk. Nee, precies. En, ik had de 1-0 kunnen maken en dan hadden wij, dan weet ik 100% zeker dat wij dan met de 3 punten weg zouden gaan. Want we stonden gewoon heel goed als team. Ja, dit voelt voor mij vooral zuur. Maar een punt is ook een punt. Daar moet je ook, zo moet je het ook zien. Had jij het idee dat de nummer 16 van de Eredivisie tegen de nummer 2 van de Eredivisie speelde vandaag? Nee, dat gevoel had ik niet. Ik bedoel, je ziet wel dat Ajax meer balbezit hebt en dat ze goed positiespel kunnen spelen. Maar wat je zegt, wij staan al 16e, maar wij horen niet op die plek thuis als, met deze selectie. En nu? Heb je er nog vertrouwen in? Ja, zeker heb ik nog vertrouwen in. Als we volgende week thuis van Heracles winnen, dan komen we gewoon op het gelijke aantal punten, geloof ik. Dus ja, daar moeten we gewoon naartoe werken. En, het is jammer dat hun ook hebben gewonnen vandaag. En dat wij 2 verliespunten eigenlijk in de Arena, hoe bizar het ook klinkt. Dat wij 2 verliespunten nu hebben. Maar ja, we moeten wel gewoon weer kijken naar de volgende wedstrijden.